Winkels waar je carnavalskleding kunt kopen zijn er in deze periode wel te vinden in Tilburg. Maar nu is er ook een winkel waar je terecht kunt voor tweedehands carnavalskleding. Petra en Jan, al langere tijd eigenaar van een bestaande vintage kledingwinkel, zagen elk jaar rond carnaval een steeds groter wordende behoefte aan tweedehands carnavalskleding. Om het assortiment in de bestaande winkel niet het onderspit te laten delven, besloot het duo dat het dit jaar tijd was voor een pop-up winkel, speciaal voor de carnavalscollectie. Nou, al die jaren dat ik dus die ervaring heb opgedaan op een andere locatie, daar is het altijd heel goed gegaan. De mensen kenden ons daar heel goed. Het eerste jaar dat ik daar nog zat, heb ik ook gewoon heel goed carnaval verkocht. Alleen net ook al zei, we wouden daar de groei niet verstoren. Dus vorig jaar heb ik wel minder verkocht. En ik denk toch wel dat de mensen, als ze het weten en horen, dat ze toch hier wel weer terugkomen. Het doel van Petra en Jan is om zo weinig mogelijk kleding te verspillen. En als dat met normale kleding kan, waarom dan niet met carnavalskleding? Oké, de met bier en zweet besmeurde en naar rook stinkende kleding komt er niet in. Maar verder willen de eigenaren zoveel mogelijk kleding een tweede leven geven. Ik ben erin gegroeid dat je niks weg kunt, moet gooien. Dus het moet gewoon een tweede leven krijgen. Met de carnavalswinkel proberen Petra en Jan een grote doelgroep aan te spreken. Zowel de mensen die het niet zo breed hebben, als de mensen die graag voor vintage gaan. Die willen gewoon ook dat het de tweede ronde krijgt. Die zijn gewoon welkom. Dus niet alleen de mensen die het wel minder hebben, maar gewoon voor iedereen. Iedereen is hier welkom.